Welkom mensen bij de kampioenswedstrijd van 2011. Ajax speelt tegen Twente en Twente moet winnen om het kampioenschap binnen te halen. Ajax heeft aan een gelijkspel al genoeg. Maar wat een wedstrijd zal dit worden. Er hangt veel vanaf, maar we zullen het zien. Een grote stap voor Ajax, want als ze hier winnen, is de derde ster bereikt. En met de Twente gaat het weer voor het kampioenschap, net zoals vorig jaar. Maar we zullen zien. De opstelling van Ajax begint als volgt. Vermeer staat op het goal. Van der Wiel, Alderweireld, Vertonghen en Boylissen staan in de verdediging. Eriksen, De Zeeuw en Anita op het middenveld. Soleimani, De Jong en Ebesilio in de aanval. Ze spelen in een 4-4-3 opstelling en trainer Frank de Boer. FC Twente staat met Michailov op de goal. Rosales, Wisschoff, Douglas en Buizen doen de verdediging. Brahma, Landsat en Jansen het middenveld en Ruiz, De Jong en Chadli de aanval. Spelen ook in 4-4-3 en trainer Michel Perdam. En dan de wissels. Verhoeven, Eno, Oyer, Blind, Oliver en Soetanić en Özbilic bij Ajax. En Bosker, Tindalli, Benson, Leuers, Janko, John bij Lamy. Dat zijn de wissels van FC Twente. We gaan beginnen aan deze wedstrijd. Twente. In druk gezet door Ajax. De bal wordt naar voren gebracht. Wordt doorgekopt. En dan is er gelijk ruimte daar aan de linkerkant bij FC Twente. De voorzet kan nu gaan komen. En die komt er dus ook. En daar staat Ruiz helemaal vrij. En die gaat niet scoren. Want Kenneth Vermeer staat daar goed op zijn goal. En die let ook gewoon goed op. Eerste kans voor FC Twente. Ajax. Ajax, dit is een vrije man. Soleimani is aangespeeld. Dit is Simon Soleimani. En daar gaat hij niet in. Soleimani schiet hem te hoog en schiet over. Bijna ook de 1-0 voor Ajax hier. Goeie aanval, maar Soleimani schiet te hoog. En dan gaat hij over. En Frank de Boer wist, als deze lager was, was het 1-0 en stond Ajax voor. Voorzet. Wordt weggekopt door Douglas. Van der Wiel neemt over. Kan de voorzet geven. Sim Jong staat daar vrij. En dit is de 1-0. De 1-0 voor Ajax. Omdat Sim Jong daar helemaal vrij staat. Niemand van FC Twente heeft het in de gaten. Maar Sim Jong loopt daar gewoon achter weg. En zo is het 1-0 voor Ajax. En wat een prachtige goal. En weggelopen en Landsaat. Ja. Sim Jong kan daar gewoon weglopen. Wat is dit? Sim Jong 1-0. Twente moet dan nu jagen, dat weet het. Maar dat kan het ook. Hier, voor de Land staat daar helemaal vrij. Maar niet zijn moment. Bijna rust. FC Twente kan het nog wat doen. Chadli. Goeie combinatie en er gaat er niet in. Het is maar weinig. En weer Landsaat die bijna scoort. Bijna. Vermeer was kansloos. De tweede helft. Ajax. Het 1-0 is krap. Dat weet ook Frank de Boer. Zeeuw. Sim de Jong. Net kan er net niet bij. Ja, Van der Wiel. Goeie voorzet. En dan in Landsaat. Wat doet Danny Landsaat daar? Oh, oh, oh. Danny Landsaat. En hij weet, hij moet door. Hij moet door. Maar nu is het 2-0. En dan is het een heel groot gat voor FC Twente om dit nog te herstellen. Danny Landsaat. Een hele mooie goal. Maar een eigen goal. Twente moet dus nu gaan doen. Moet nu wat gaan doen. Dus gaat het ook jagen. Goeie kant, Theo Jansen. Theo Jansen, ja. Gelijk. De eerste aanval daarna zit hij er al in. Gemakzucht van Ajax, maar wel 2-1. Dus is het weer zoals het net was. 5 minuten geleden. En kan Twente dus weer op jacht naar die ene goal die ze nodig hebben om te winnen. Ajax dan weer. Oh, goede actie. En voorzet is hier. Sim Jong, nee. Sim Jong. Met zijn knieën gaat over. En weer een grote kans voor Ajax. 51ste minuut is aangebroken. Twente.
Haley Blind gaat door. En geeft niet op. Daardoor deze bal. Die is zo ingeleverd bij Anita. Zo. Komt hij uiteindelijk bij Simeon. En die gaat er net in. Oh, dat was Simeon. Want die ligt daar. En die vraagt om een penalty. En Ajax vraagt dat ook. Maar het krijgt het niet. 76e minuut. De Amsterdam Arena is stil. Zenuwachtig voor wat er gaat gebeuren. Maar de F-side niet. Ruiz. Daley Blind doet dit goed. Of half, want daar is nu heel vrij gespeeld. FC Twente. Veelmaal voor het goal. En Chatli. Nee. Gaat over. Hij gaat over. Chatli. Had deze erin moeten koppen. Dan had het 2-2 geweest. Simeon. Goed gedaan. En dan Ajax nu. Twente zet het vast. Maar hier is Simeon alweer. Die de aanval zelf opzetten. Kan door. En dan is het vrij. Dan is hij vrij. En dan gaat hij erin. Dan gaat hij erin. En dan staat Ajax op 3-1. En dan kan het toch haast niet meer misgaan. Dan kan het toch niet meer misgaan. Ajax op 3-1. Wat een prachtige goal. En zo noemen ze dat er doorheen snijden. Zo dus. Michailov kansloos. Wat een prachtige aanval. En hier is denk ik de winst. En hij weet het. 3-1 is voldoende om kampioen te worden. Eén aanval van Twente. Het zal niks meer kunnen doen. Ajax is de enige echte kampioen van Nederland. Hier Twente nog. Maar hier is een eindsignaal. Het eindsignaal. En Ajax is dus kampioen in het jaar 2011. En oh, de derde ster is binnen. Derde ster. Twente is in rouw, want ze hebben verloren. En Ajax wint en is kampioen. En wat is dit seizoen toch rommelig geweest. Maar toch kampioen worden. Onder leiding van Frank de Boer.